Nu, om nog even terug te koppelen naar het plannen. Je plant studieblokjes in van 50 minuten, waarna je 10 minuten pauze pakt. 50 minuten is echt wel de maximum dat je jou kan concentreren. Daarna dus de 10 minuten pauze, met nadruk op actieve pauze. Op jouw telefoon zetten of voor de tv kruipen is geen actieve pauze. Loop een blokje rond jouw huis of doe even aan yoga, het maakt niet uit, maar zorg dat je jouw gedachten verzet. Dan komen we bij het doen. Als de plannen gemaakt is, dan moet je gaan denken over hoe jij de leerstof gaat verwerken. Daarbij moet je nadenken over de studieomgeving, zoals in een van de eerste filmpjes werd aangehaald. Dan, wat staat er op jouw planning? En vervolgens, welke studiemethode, zoals bijvoorbeeld Lotus, ga je gaan toepassen? Er zijn 3 stapjes in het doen. Als eerste wordt de leerstof opgenomen in de les. Dit indien jij actief meewerkt. Op deze manier wordt jouw leerstof dus al een eerste keer opgenomen. Daarna is het aan jouzelf om thuis te studeren en studieplek en methode te kiezen. Wij raden hier natuurlijk Lotus voor aan. Ik leg dit straks uit. Dan is het ook de bedoeling dat jij jouw leerstof gaat herhalen. Dit om ervoor te zorgen dat de leerstof in jouw geheugen blijft hangen. Is er geen herhaling, dan blijft niet alles hangen. Dan, we hebben het al veel over Lotus gehad. Lotus is een studiemethode die leerlingen dus in de eerste graad gaan onderzoeken. Deze bestaat uit lezen, opzoeken, trefwoorden, uittekenen en studeren. Lotus zit dus verwerkt in de PDCA-methode waarover ik in het eerste filmpje uitleg gaf. Dat is plannen, doen, controleren en aanpassen. Alles dit samen is Lotuska. Even wat meer uitleg over Lotus. Als eerste heb je lezen. Het verkennend en vervolgens verdiepend lezen. Het opzoeken van onderdelen die je niet begrijpt, zoals bijvoorbeeld extra afbeeldingen of extra info, is stap 2. Dan door trefwoorden ga je de essentie eruit halen door de belangrijke zaken te gaan zoeken. Bijvoorbeeld titels en tussentitels. Dan, bij het uittekenen ga je die leerstof gaan samenvatten en beknopt weergeven. Dus jouw hoofdzaak en jouw bijzaak ga je dan onderscheiden. Dit kan door een schema, mindmap of gewoon een beknopte samenvatting. Hierbij moet je gaan zoeken wat voor jou goed werkt. Daarna ga je gaan starten met het instuderen. Hierbij moet de leerstof opgenomen worden in jouw geheugen om deze te kunnen vasthouden. Hierbij is het belangrijk dat je van buiten leert als het gaat over bijvoorbeeld woordenschat, maar ook dat je betekenisvol gaat studeren. Dan spreken we over het materiaal dat tijdens de les gebruikt is, verwerken en het begrijpen van de grotere structuur. Als je een schemaatje hebt gemaakt bij het uittekenen, vertel dan het verhaal van de leerstof aan de hand van dit schema. Bij het studeren hoort ook het actief herhalen. Dit is controleren of jij de leerstof beheerst. Hier komen we straks op terug bij controleren. Nu, waarom is structuur zo belangrijk? Hiervoor gaan we 3 opdrachtjes doen. Als eerste ga ik jou nu vragen om de uiltjes te tellen. Dus schrijf het cijfertje even op een papier als je dat bij je hebt liggen. Je krijgt enkele seconden de tijd. Goed, dan gaan we een tweede keer uiltjes tellen. Schrijf opnieuw het cijfertje op jouw blad. Nu, dankzij deze oefening zou jij moeten kunnen zien dat het veel sneller en concreter gaat als je kunt antwoorden op basis van deze slide. Het is overzichtelijker, makkelijker op te lossen en daarna makkelijker te onthouden. Onthoud dus dat structuur belangrijk is. Dan een tweede opdrachtje dat we hebben, is de salamitechniek. Je krijgt nu van mij enkele seconden om een volgend cijfer in je geheugen te prenten. Noteer het cijfertje op het blad als het weg is. Dus kijk er enkele seconden naar. Dit cijfer. Voilà. Dus noteer het cijfer. Dan gaan we dit ook nog eens opnieuw proberen. Dus bekijk dit cijfer even. Je krijgt enkele seconden de tijd. Voilà. Nu, ging het beter? Waarschijnlijk wel. Er is een verklaring voor. Het korte termijn geheugen heeft maar enkele werkplaatsen. Verdeel dus jouw grotere gehele in kleine stukjes.